Leuk dat je op bezoek komt bij Iris en Michiel. Er is van alles te doen. Je kunt naar een verhaal luisteren. Klik dan op de knop Verhalen. Of loop je liever door het dorp en door ons huis. Klik dan op de knop Waar. Je kunt ook een liedje horen. Daarvoor is de knop Liedjes. Of je kunt kiezen om een spel te doen. Klik dan op de knop Spelletjes. Als je op de stopknop klikt, dan verlaat je Lekker Weertje. Leuk dat je op bezoek komt bij Iris en Michiel. Er zijn 4 verhalen. Kies er maar eentje uit. Je kunt op de naam klikken, maar je mag ook op het plaatje klikken. Als je iets anders wil doen, moet je op de rechtermuisknop klikken. Als je op de stopknop klikt, dan verlaat je Lekker Weertje. Wat ziet het sportveld er prachtig uit? Iris en Michiel zien het al van verre. Overal hangen vlaggetjes die glinsteren in de zon. En in het midden staat een heel grote luidspreker waar vrolijke muziek uitkomt. Ze kunnen niet langer wachten. Kom, loop naar door, pap! Ze sleuren hun vader zo wat de straat door. Als ze dichterbij komen, blijft Michiel staan. Met open mond kijkt hij naar juf Ariane. Is dat zijn juf? Met die grappige zonnebril en dat gestreepte petje op? Juf lijkt net een meisje met die paarse sportbroek, fluistert hij onder de indruk. Sportieverige juf hebben wij, hè? Zegt Iris trots. En ik dan? Vraagt papa. Jij bent ook heel sportieverig, hoor. Ze geven papa een aai over zijn gloednieuwe joggingpak. Zodra ze het sportveld oplopen, komt juf naar ze toe. Juf geeft papa een hand. Fijn dat je vandaag komt helpen. Zijn jullie een beetje in de stemming? Iris en Michiel laten hun spierballen zien. Dat belooft wat, zegt juf lachend. De kinderen staan al ongeduldig te wachten. Als iedereen er is, verdeelt juf ze in groepjes. Ze vertelt dat bij elk groepje 1 vader of moeder hoort. En dat de kinderen goed naar die vader of moeder moeten luisteren. Iris en Michiel hebben geluk. Hun groepje mag met papa mee. De kinderen hollen opgewonden naar het midden van het sportveld. Er ligt een heel groot stuk zeildoek over het gras. Papa gebaart dat ze om hem heen moeten komen zitten. Wie weet wat we gaan doen? Michiel steekt zijn vinger op. Verven! Mama legt ook altijd een stuk plastic op tafel als we verven. Papa schudt zijn hoofd. Picknicken, raadt Jasmijn. Maar dat is ook niet goed. Als ze allemaal stil zijn, vertelt papa wat de bedoeling is. Zometeen verdeel ik jullie in 2 groepjes. Om de beurt mogen er 2 kinderen onder het zeildoek doorkruipen. Pas als er 1 onderuit is, mag de volgende. Het groepje dat het eerst klaar is, heeft gewonnen. Iris kijkt naar het groepje naast haar en tikt dan Jeroen aan. Dat winnen we wel. Jeroen gluurt opzij. Hij steekt zijn duim omhoog. Makkie. Iedereen klaar? Papa telt tot 3 en dan blaast hij op zijn fluit. Als hazen schieten de nummers 1 onder het doek door. Het zeil hobbelt en bobbelt. Jeroen komt er als eerste onderuit. Nu is Michiel aan de beurt. Hup, Michiel! Schreeuwen de kinderen. Zo snel als die kan, kruipt Michiel onder het doek door. Het lijkt erop dat Iris en Jeroen gelijk krijgen. Hun groepje is pijlsnel. Als Iris en Jasmijn zijn geweest, moet alleen Paaltje nog. Paaltje, Paaltje, moedigen ze aan. Maar Paaltje schiet helemaal niet op. Ze zien tot hun grote schrik dat het andere groepje ze inhaalt. De laatste verdwijnt onder het zeildoek. Paaltje, schiet op!
Iris kan het bijna niet uithouden. Het liefst zou ze het doek optillen en Paltje eronder vandaan trekken. Maar dat mag natuurlijk niet. En dan is het zover. Het groepje naast hen danst in het rond. Zij hebben gewonnen. De anderen kijken teleurgesteld naar het doek. Ze waren juist zo snel. Komt allemaal door die slome Paltje, moppert Iris. Paltje, ben je soms in slaap gevallen? Ze tilt een puntje van het zeildoek op. En ja hoor, daar komt Paltje eindelijk aan. Hij kruipt heel langzaam onder het doek uit. Dan doet hij zijn hand open. Kijk eens, wat een zielig slakje. Zijn huisje is kapot. Ik ga een pleister voor hem halen. En met het slakje in zijn hand loopt Paltje in de richting van de eerste hulp. Telkens als er een spelletje klaar is, klinkt er een harde bel over het sportveld. En dat betekent dat de groepjes moeten wisselen, want er is nog veel meer te doen. Met een bal kegels omverwerpen. En rennen met een aardappel op een lepel. En met je benen in een zak naar de overkant lopen. Als de kinderen alle spelletjes hebben gedaan, ploffen ze uitgeput in het gras neer. En dan komt juf eraan met een blad vol ijslollies. Terwijl ze heerlijk in het zonnetje aan hun ijslollies likken, krijgt Michiel een idee. Nou moeten de juf en de meesters tegen de vaders en de moeders. Ja, roept Iris. Kom op, jongens. Op de glibberbaan, joelen een paar anderen. Ze stuiven op de vaders en moeders af en duwen ze naar de glibberbaan. De vaders en moeders trekken lachend hun joggingpak uit. In hun zwemkleding beklimmen ze de glibberbaan. Dat moet ik zien. Moet je komen, joh. Dat wordt lachen. Binnen de kortste keren staan alle kinderen rond de glibberbaan. Een luchtkussen dat met groene zeep is ingesmeerd. De grote mensen zijn nog niet begonnen of de kinderen schateren het uit. Zodra de vaders en moeders een stukje omhoog zijn geklommen, glibberen ze alweer op hun buik naar beneden. De kinderen rollen zo wat om van de pret. Het is ook zo'n grappig gezicht. Hup, papa! Iris ziet hoe haar vader op handen en voeten omhoog klimt. Hij is al bijna over de helft. Zou hij het halen? Michiel knijpt vol spanning in Iris' hand. Maar wat gebeurt er nou? Papa is bijna boven of juf Ariane komt eraan. Ze grijpt papa's been om zichzelf omhoog te trekken en roetsch! Juf en papa glibberen samen omlaag. Ze komen gierend van het lachen in het gras terecht. Als juf haar sportbroek weer aan heeft, pakt ze de microfoon. Ze bedankt alle vaders en moeders die hebben geholpen. Zodra ze daarmee klaar is, duwt meester Hans haar een stapeltje papieren in de hand. Om de beurt roept juf de kinderen bij zich. En ze krijgen stuk voor stuk een prachtig sportdiploma. Iris en Michiel zwaaien trots met hun diploma naar papa. Ik hang het boven mijn bed, zegt Iris. Ik ook, zegt Michiel. Ik ook, ik ook, ik ook. Bijna alle kinderen hangen het diploma boven hun bed. Behalve Paltje. Die hoort niet eens dat juf zijn naam noemt. Paltje, herhaalt juf door de microfoon. Nu kijkt Paltje op. Kijk eens, juf. Hij kan weer lopen. Met een stralend gezicht wijst Paltje naar de boom. Nu zien de anderen het ook. Op de stam kruipt een slakje met een pleister op zijn huisje. Wat wil je? Je kunt naar een verhaal luisteren, door ons dorp lopen, naar een liedje luisteren of een spel. Er zijn 4 verhalen. Kies er maar eentje uit. Kijk eens, Anne. Dit is nou pop Loesje. Iris pakt Loesje uit het poppenbedje en houdt er omhoog. Lief is Loesje, hè? Anne lacht verlegen. Oh, dan heb je Beer nog niet gezien. Die is pas echt lief. Michiel vist Beer onder zijn dekbed uit. Kijk maar hoe lief die is.
Michiel houdt het kopje van Beer vlak bij Anne's wang en... Smak! Beer geeft pop Anne een dikke zoen. Maar pop Anne is ook heel lief, zegt Iris. Weten jullie wat hij heeft meegenomen? Pop Loesje en Beer schudden hun hoofd. Ogen dicht. En als pop Loesje en Beer hun ogen stijf dicht hebben, stopt Iris schouderpakjes in hun hand. Kijk maar! Pop Loesje en Beer doen hun ogen open. Met een blij gezicht scheuren ze het papier van de cadeautjes. Oh, wat een mooie stickers heeft Loesje gekregen, juicht Iris. Allemaal muisjes. Dat is juist een lievelingsdier. En Beer heeft lekker varkentjes, roept Michiel blij. Beer, jij bent een bofkont. Je houdt zo van varkentjes. Michiel plakt er een op Beers voorhoofd. Kijk eens hoe mooi je bent. Hij houdt Beer voor de spiegel. Beer glanst zo mooi, vindt hij zichzelf. En Loesje ziet er ook al zo trots uit met haar babyveldmuisje op haar voorhoofd. Wel een beetje zielig voor pop Anne, vindt Michiel. Die heeft niks. Ze mag er wel een van Beer. Hé, Beer? Hoeft niet, zegt Iris. Anne krijgt een muisje van pop Loesje. Maar Michiel heeft het varkentje al op Anne's voorhoofd geplakt. Anne wil helemaal geen varkentje op de hoofd, hè Anne? En Iris plakt het muisje doodleuk over het varkentje heen, zo. Stommerd! Zo stikt mijn varkentje, hoor, als je het soms nog niet wist. Michiel geeft een ruk aan Iris haar. Au! Gilt Iris. Ze geeft Michiel een trap en dan begint ze te huilen. Valsrik! Nou moet Michiel ook huilen. Wat is hier aan de hand? Vraagt mama. Pop Anne wil geen stinkvarken op de voorhoofd, huilt Iris. Welles, schreeuwt Michiel. Ze wil juist geen enge glibbemuis. Mama schudt haar hoofd. Daar geloof ik niks van. Ik weet zeker dat Anne muisjes en varkentjes allebei even lief vindt. Anders zou ze toch nooit zulke leuke cadeautjes hebben gegeven? Kom maar hier, Anne. Mama peutert het muisje voorzichtig los. Daarna smeert ze er een beetje nieuwe lijm op. Ze houdt pop Anne rechtop en plakt het muisje naast het varkentje. En nou geen ruzie meer maken, hoor. Wat moet pop Anne daar wel niet van denken? Ze is hier nog maar net of jullie hebben al ruzie. Het is Iris schuld. Michiel kijkt zijn zus boos aan. Niet eens. Jij begon, schreeuwt Iris. Bijna begint de ruzie opnieuw, maar mama maakt er onmiddellijk een eind aan. Het lijkt mij het beste dat jullie pop Anne even alleen laten met Loesje en Beer. Dan kunnen die drie een beetje aan elkaar wennen. En wij dan? Iris en Michiel kijken mama verontwaardigd aan. Moeten wij ons zeker suf vervelen? Ik heb wel een werkje voor jullie, zegt mama. Zeker een stomme boodschap doen, poepie. Iris draait zich boos om. Of we onze kamer opruimen, ook zo leuk. Michiel steekt zijn tong uit. Mama schudt haar hoofd, haar ogen glinsteren. Omdat vandaag de grote vakantie is begonnen, gaan we vanavond barbecuen. Joepie, dan mogen we lekker laat naar bed. Want in de zomer is het al heel lang licht. Dan kunnen we toch niet slapen. Iris en Michiel dansen door de kamer. Barbecuen vinden ze het leukste dat er bestaat. Mogen we dan de lekkere vleesjes op de pennen rijgen? Vraagt Iris. En de stukjes paprika en de champignons? Michiel kijkt mama poeslief aan. Graag, dan kan ik tenminste rustig de sausjes maken. Mama geeft de tweeling een aai over hun bol. Kom maar mee, vakantiegangertjes. Het lijkt wel of er iemand jarig is. Zo feestelijk ziet de tuin eruit. Iris en Michiel hebben samen met mama slingers en ballonnen opgehangen. Pop Anne zit al klaar aan de picknicktafel. Ze zit tussen Loesje en Beer in. Voor hen staat een bordje en een piepklein glaasje. Kom er allemaal lekker zitten. Papa legt de eerste vleespennen op de barbecue. Begint heerlijk te ruiken. Pop Anne kijkt naar het rooster. Iris slaat een arm om haar heen. Spannend, hè, Anne?
Het is jouw eerste keer. Jij hebt natuurlijk nog nooit gebarbecued. Kijk maar goed naar Loesje. Die weet precies hoe het moet. Ja, en naar Beer, zegt Michiel. Die heeft al 1000 miljoen keer gebarbecued. Mama schenkt wijn in. Michiel pakt de karaf voor kinderwijn. Die hebben Iris en Michiel zelf gemaakt van siroop met water. Ze drinken altijd kinderwijn als ze een etentje hebben. Michiel vult het glas van Iris en van zichzelf. Maar ook de kleine glaasjes van Anne, Loesje en Beer. Dit is kinderwijn, Anne. Ruik maar hoe lekker. Michiel houdt het glaasje onder pop Anne's neus. Maar wat doet Anne nou? Ze ruikt niet alleen. Ze drinkt het glaasje in 1 teug leeg. Iris kijkt Anne streng aan. Foei, Anne, je mag nog niet drinken. We moeten eerst nog proosten, hè pap? Michiel vindt het zielig voor Anne. Hij vult gauw haar glaasje opnieuw. En nou afblijven hoor, fluistert hij in haar oor. Papa en mama heffen hun glas. Proost! Nu houden Iris en Michiel hun glazen ook omhoog. Dat we maar een fijne vakantie mogen hebben. Papa tikt om de beurt tegen hun glazen. Fijne vakantie! Iris en Michiel tikken tegen de glaasjes van Loesje en Beer aan. Fijne vakantie, Anne! En daarna tikken ze voorzichtig tegen Anne's glas. Allemaal opgepast. Papa trekt een handschoen aan. Op elk bord legt hij een spies. Voorzichtig hoor, het is gloeiend heet. Maar dat weten Iris en Michiel al lang. Ze pakken de spies vast met het servetje dat naast hun bord ligt. Poploesje, Anne en Beer krijgen ook een spies met 1 stukje vlees eraan. Poploesje en Beer wachten geduldig tot de spies is afgekoeld, maar Anne niet. Ze houdt de spies tegen haar mondje. Meteen begint ze te gillen. Iris springt op. Ze haalt een nat washandje uit de keuken. Dommoertje, nou heb je je lip verbrand. En Iris duwt het washandje zacht tegen het zere lipje. Over, Anne? Vraagt Michiel na een tijdje. Kom maar, het is nog een beetje te moeilijk voor jou. Iris neemt Anne op schoot. Zo gaat het veel beter. Eerst neemt Iris zelf een hapje. En als ze zeker weet dat de spies niet meer zo heet is, houdt ze hem voor Anne's mondje. Nou, pop Anne is wel dol op barbecuen, zeg. Ze heeft al 3 spiezen afgeknabbeld. Voor de 4e keer duwt Iris haar bord onder papa's neus. Anne wil een visje proeven, pap. Die Anne eet me de oren van mijn hoofd. Papa legt een sardientje op Iris' bord. Hij heft zijn vinger naar Anne op. Laat je ook nog wat voor Iris over? Dat arme kind heeft nog niks gehad. Nee, moet je maar zien hoe mager ze is. Michiel prikt met zijn vinger in Iris' bolle buik. Ze heeft zelfs het knoopje van de broek losgemaakt. Zo dik is haar buik. Ach, wat een zielig kindje, zegt mama. En dan moeten ze alle 4 lachen. Wat wil je? Je kunt naar een verhaal luisteren, door ons dorp lopen. Er zijn 4 verhalen. Hoera, ik zie de zee! Zodra papa de duinweg oprijdt, beginnen Iris en Michiel met hun schepje tegen hun emmertje te trommelen. 1, 2, huppakee, met je billen in de zee. Ze vergeten helemaal dat Joris in zijn stoeltje in slaap is gevallen. 1, 2, huppakee, met je billen in de zee. Van schrik begint Joris te huilen. Het doen jullie nou een beetje rustig. Mama wrijft de zweetdruppeltjes van haar voorhoofd. Maar Iris en Michiel zijn niet meer te houden. Ze hebben ook al zo lang in die stikhete auto gezeten. Papa houdt de deur nog niet open of ze staan al voor de kofferbak te dringen. Wij zijn onze schepnetten. En ze beginnen woest tussen de spullen te graaien. Ja, rustig nou eens even. Papa geeft hun een tikje op de vingers. Hij tilt voorzichtig de strandkar uit de auto. Ziezo, dat is 1. Daar liggen ze. Iris en Michiel trekken hun schepnetjes tussen de strandspullen uit.
We gaan in zee! Ze willen al weghollen, maar mama grijpt ze vast. Hier blijven. Zometeen raken jullie ons kwijt. Weer wat nieuws. Iris en Michiel kijken elkaar aan. Echt weer iets voor mama. Die denkt zeker dat we nog babytjes zijn, net als Joris. Ze wachten ongeduldig tot papa de huilende Joris in de strandkar heeft gezet. Mogen wij hem trekken? En voordat papa antwoord kan geven, hebben ze elk een houten handvat te pakken. Bonk, 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 bonk. De houten wielen van de strandkar bonken over de stenen. Joris houdt meteen op met huilen, zo mooi vindt hij het. Als ze boven aan de strandtrap staan, snappen ze opeens wat mama bedoelde met kwijtraken. Het zand is bezaaid met luchtbedden, badhanddoeken en lichtstoelen met zonnende mensen erop. En overal zie je forten en diepe kuilen. Papa tuurt over het strand. Laten we daar maar gaan zitten, bij die boot. Daar is nog een plekje vrij. Leuk, zegt Michiel. Kunnen we lekker in die boot spelen? Papa schudt zijn hoofd. Die boot is niet om in te spelen, die is van de reddingsbrigade. Ik weet het, zegt Iris. Als je te ver in zee gaat en je verdrinkt, komt die boot je redden. Juist. Naast de reddingsbrigade zet papa de strandkar neer. Zo, kleine man. Hij zet een zonnehoedje op Joris' hoofdje, zodat hij niet kan verbranden. Mogen we nou in zee? Als jullie niet te ver gaan, waarschuwt mama. Tot jullie knieën. Weten we al lang? Iris en Michiel schoppen hun teenslippers uit. Verder hoeven ze niks uit te trekken. Ze zijn al in hun zwembroek. Hallekidee! Achter elkaar rennen ze naar de zee. Iris duikt meteen in het water. Maar Michiel vindt het een beetje koud. Voetje voor voetje loopt hij de zee in. Niet spatten hoor, roept hij tegen Iris. Iris heeft helemaal geen tijd om te spatten. Een golf, gilt ze blij. Ze gaat al klaarstaan om erin te duiken. Een golf. Michiel is er nog niet eens door. Help, hij rent terug. Maar van de schrik struikelt hij over zijn eigen benen. Net als hij languit in de zee ligt, komt de golf aangerold. Hij slaat over Michiel heen. Hoestend en proestend komt Michiel boven water. Met een vies gezicht spuugt hij het zeewater uit. Zout! Bleh! Iris steekt haar hand naar hem uit. Kom mee, gaan we samen in de golven. Hand in hand staan ze in het water. Toet! Iris en Michiel draaien zich geschrokken om. Achter ze staat een meneer van de reddingsbrigade. Hij zwaait met zijn armen. Als ze over de zee turen, zien ze wat er aan de hand is. Heel ver in zee zwemt een mevrouw met een badmuts op. Toet! De meneer van de reddingsbrigade toetert haar terug. Vol spanning kijken Iris en Michiel hoe de mevrouw terugzwemt. Ze merken niet eens dat er een hoge golf aankomt en dan plats! De golf botst tegen ze aan. Hij slingert ze zelfs een stukje door het water. Proestend van de lach komen ze boven. Nog een keer! Opnieuw lopen ze het water in. En dan worden ze weer opgepakt. Maar niet door een golf. Papa! Juichen ze. Voorzichtig zet papa ze weer neer. Als ze zien dat hij nog niet helemaal nat is, slaan ze keihard met hun hand in het water. Pets! Het water spat tegen papa op. Koud! Koud! Bibbert papa. Hou op, ik ben nog niet door. Wel eens, je bent wel door. Iris en Michiel pakken elk een hand van papa. Ze trekken en trekken en... Daar ligt papa in het water. Hij komt lachend overeind. Met z'n drietjes lopen ze het water in. Ze mogen lekker een beetje dieper, omdat papa erbij is. Daar komt weer een golf, roept Iris. Ze knijpen in papa's hand. De golf komt aangerold en pats! Maar nu rollen ze niet om. Papa trekt ze gauw omhoog. O jee, zegt papa verschrikt, mijn horloge. Ik ben mijn horloge vergeten af te doen. Hij gaat snel naar het strand terug. Terwijl hij zijn horloge afdoet, kijkt hij naar mama.
die heerlijk languit op een handdoek ligt te zonnen. Dan krijgt hij een idee. Hij neemt een emmertje mee, de zee in. Daar vertelt hij Iris en Michiel wat hij van plan is. Ja, dat moet je doen! Iris en Michiel moeten er nu al om lachen. Sssst! Papa legt zijn vinger tegen zijn mond. Met zijn drietjes sluipen ze naar de handdoek toe. En dan laat papa een straaltje water uit het emmertje op mama's warme rug lopen. Wie doet dat? Mama springt overeind. Als ze papa's lachende gezicht ziet, wil ze hem grijpen. Te laat. Papa rent gauw met Iris en Michiel de zee in. Wacht maar, waarschuwt mama lachend. Jou krijg ik nog wel. En ze gaat weer liggen. Iris en Michiel zijn allang opgedroogd. Ze hebben zelfs al een ijsje gegeten. Nu zijn ze een prachtig zandkasteel aan het maken. Het is bijna af. Alleen de schelpen moeten er nog op. Opeens schrikt Iris. Ze wijst naar de zee. Nou ziet Michiel het ook. De zee komt steeds dichterbij. Mam, moet je zien. Mama gaat rechtop zitten. O jee, jongens, het wordt vloed. Zo te zien zullen we een stukje naar achteren moeten, anders wordt alles nat. En ons zandkasteel dan? Ja, ik ben bang dat jullie een nieuw zullen moeten maken. Mama pakt de strandkar en duwt hem verder het strand op. Iris en Michiel kijken naar de zee. Elke keer komen de golven een stukje verder. En dan duurt het niet lang of het water klotst tegen hun zandkasteel aan. Daar gaat mijn mooie toren, jammert Iris. Stoute zee, mijn hele ophaalbrug stort in. Michiel maakt een boze vuist naar de golven. Maar de golven trekken zich er niks van aan. Stukje voor stukje brokkelt hun zandkasteel af. Iris en Michiel trekken de handdoeken over het zand naar achteren. Mama pakt de tassen. En het duurt niet lang of alle spullen zijn verhuisd. Alleen papa ligt er nog. Het water komt al bijna tot zijn voeten. Hij merkt niet eens dat het vloed is. Zo diep ligt hij te slapen. Iris wil hem wakker schudden, maar mama houdt hem tegen. Leuke verrassing voor die slaapkop. Iris en Michiel begrijpen meteen wat mama bedoelt. Elke golf die aankomt rollen, houden ze in de gaten. Zou die over papa heen gaan? Maar telkens houdt hij net op, precies voor papa's grote teen. Als hij nou maar niet wakker wordt. En dan zien ze een hele hoge golf aankomen. Iris en Michiel knijpen in mama's hand. Met veel lawaai rolt de golf het strand op. Stikkend van de lach zien ze hoe het ijskoude water over papa heen klotst. Papa schiet omhoog. Het water druipt van zijn slaperige gezicht. Hij begrijpt er niks van. Hoe komt zijn handdoek nou in het water? En dan hoort hij opeens heel hard gelach achter zich. Hij kijkt woedend om. Maar als hij de pretogen van mama en de tweeling ziet, moet hij ook lachen. Wat wil je? Je kunt naar een verhaal. Er zijn vier verhalen. Tatu, tatu, tatu. Er racen twee brandweerauto's over het strand. De sirenes loeien keihard. Dat moet wel een hele erge brand zijn. Tatu, tatu, tatu. In de ene brandweerauto zit brandweerman Michiel en in de andere brandweervrouw Iris. Papa heeft ze ingegraven en nu zitten ze allebei in een prachtige brandweerauto. Tatu, tatu, tatu. Hallo brandweerman en brandweervrouw, zegt mama. Heeft u soms trek in een stukje komkommer? Piep! In één klap staan de brandweerauto's stil. De brandweerlieden steken hun hand uit. Dank u wel, mevrouwtje. En ze chasen weer door. Tatu, tatu, tatu. Opeens geeft brandweervrouw Iris een gil.
Mijn komkommer is gevallen. Wat ben jij toch een domoor. Mama raapt het gevallen stukje op en probeert het zand eraf te vegen, maar dat gaat niet. Nou kan je het niet meer eten. Dan wil ik een nieuw stukje komkommer, zegt Iris. Het spijt me, zegt mama, de komkommer is op. Stom! Iris had juist zo'n zin in komkommer. Ze vindt er meteen niks meer aan. Ik ben geen brandweervrouw meer. Ze staat op en de brandweerauto valt uit elkaar. Nu is er nog maar één brandweerman. Tatu, tatu, tatu. Michiel speelt nog een tijdje door, maar in zijn eentje vindt hij het lang zo leuk niet. Ik ben ook geen brandweerman meer. En ook Michiel komt overeind. Waarom hangt die bal daar? Michiel wijst naar een paal die naast de keet van de reddingsbrigade staat. Er hangt een grote blauwe bal aan. Papa smeert wat zonnebrandcrème op zijn gezicht. Dat betekent dat er een kind is gevonden. Een kind gevonden? Daar begrijpen Iris en Michiel niks van. Als het zo druk is als vandaag, legt papa uit, dan raken die kleine peutertjes wel eens hun vader of moeder kwijt. Sommige mensen brengen zo'n kindje dan naar de reddingsbrigade. Daar hijsen ze dan de blauwe bal. Dan weten de ouders dat er een kind is gevonden. Waren wij vroeger ook wel eens gevonden? Vraagt Michiel. Papa knikt lachend. Nu kan ik erom lachen. Maar toen schrokken we ons dood. Ik snap nog niet hoe dat kon gebeuren. Jullie speelden in zee, vlakbij. Mama en ik hielden jullie voortdurend in de gaten, want toen waren jullie nog hele kleine piepertjes. We moeten jullie even uit het oog zijn verloren en weg waren jullie. We zagen jullie nergens meer. Ik dacht dat jullie waren verdronken en ik rende de zee in. Maar jullie waren helemaal niet verdronken. Jullie waren achter een meisje aangelopen dat een blad met ijsjes in haar handen had. Oh, Iris en Michiel moeten ervan grinniken. En toen? Toen heeft datzelfde meisje jullie naar de reddingsbrigade gebracht. Hingen er toen twee blauwe ballen? Wil Michiel weten. Papa schudt zijn hoofd. Er hing één bal. Maar ik ging toch vlug kijken. En? Huilden we? Vraagt Iris. Wel nee, lacht papa. Jullie zaten daar heerlijk te spelen. Wel lief van dat meisje, vindt Michiel. Ik heb er een lekkere ijslolly gegeven. Papa gaat plat op zijn buik liggen. Ik ga weer zonnen, hoor. Iris zet haar zonneklep op. Ze wenkt Michiel. Wij waren helpers van de reddingsbrigade, goed? We moesten kindertjes zoeken die hun vader of moeder kwijt waren. En die brengen we dan naar de reddingsbrigade, net als dat meisje met ons. En als de vader of moeder dan komt, dan smikkel. Iris likt haar lippen af. Michiel vindt het een knalidee. Hij heeft ook wel trek in een ijsje. We zaten in een helikopter. Dan konden we over het hele strand kijken, goed? Iris knikt. Ze doen hun armen wijd open en daar vliegen ze over het strand. Wat is helpen van de reddingsbrigade moeilijk. Overal kijken ze of ze een huilend kindje zien. Maar nee hoor, geen een. Ze zien wel huilende kindjes, maar die zijn niet hun vader of moeder kwijt. Die zijn gewoon verdrietig of boos. Opeens wijst Iris in de verte. Daar heb je een verloren kindje. Ze vliegen er naartoe. Mama toe, mama toe, huilt het meisje. Kom maar, wij brengen je wel naar je mama. Michiel geeft het meisje een hand. Maar het kindje rukt zich los. Mama toe. Ze begint nog veel harder te huilen. Iris heeft een idee. Ze zet haar zonneklep af en houdt het voor het meisje. Kijk eens, wat mooi. Meteen is het meisje stil. Ze grijpt naar de zonneklep en zet hem op haar hoofd. Nu mogen Iris en Michiel haar een hand geven. Ze lopen langzaam in de richting van de reddingsbrigade. Hoe heet je?
vraagt Michiel. Jotje, zegt het kind. Jotje? Iris en Michiel schieten bijna in de lach. Wie heet er nou Jotje? Jotje, kom maar. Met het kindje tussen hen in komen ze bij de reddingsbrigade. Er komt meteen een meneer naar ze toe. We hebben haar gevonden, vertelt Michiel trots. Ze is haar moeder kwijt. Gaan jullie daar maar even zitten. Ze zien hoe de meneer aan een touw trekt en de blauwe bal komt omhoog. Kijk, Jotje. Iris wijst naar de bal. Nou ben jij gevonden. Mag ik nu mijn zonneklep weer? Heel voorzichtig haalt ze hem van Jotjes hoofd en Jotje vindt het best. Ze wachten vol spanning af. Het duurt niet lang of er komt een meneer aan. Zijn gezicht staat bezorgd. Papa! Jotje stuift op hem af. Kleine schat, was je zomaar verdwaald? Hij knuffelt Jotje stevig. Kom maar gauw mee, mama is heel ongerust. Hij zet Jotje op zijn schouder en loopt weg. Nou zeg! Iris en Michiel kijken de man woedend na. Loopt hij zomaar weg? We hebben nog geen eens een ijsje gekregen. Aangebrande koekenpeer, roepen ze Jotjes vader na. Michiel kijkt boos. Niks aan, helpen van de reddingsbrigade. Ik weet iets veel leukers, zegt Iris. We gaan een heel mooi schelpenschilderij maken. Voor papa en mama. Ja! Op slag zijn ze hun boosheid vergeten. En hand in hand rennen ze door het zand. Iris en Michiel zijn hard aan het werk. Ze hebben al een heel stuk van hun schilderij af. Met hun neus vlak boven het zand lopen ze langs het water op zoek naar nog meer schelpen. Die! Die! Horen ze opeens een stemmetje. Als ze opkijken, zien ze Jotje en haar vader. Jotjes vader heeft 2 ijslollies in zijn hand. Geef die maar aan die kindjes. En hij stopt de ijslollies in Jotjes hand. Zeg maar hartelijk bedankt. Dat is veel te moeilijk voor Jotje. Kindjes, lief, zegt ze. En ze geeft ze allebei een ijslolly. Dankjewel. Verrast scheuren Iris en Michiel het papier eraf. Ze nemen meteen een likje. IJsje, lekker? Vraagt Jotje. De tweeling knikt. De vader steekt zijn hand uit. Ga je nou weer mee, Lotje? Dag hoor, en nog bedankt. Zie je nou wel, lacht Iris. Ze heet helemaal geen Jotje, ze heet Lotje. En die vader is ook geen aangebrande koekenpeer. Michiel neemt een lik van zijn ijsje. Nee, zegt Iris. Die vader is hartstikke lief. Wat wil je? Je kunt naar een verhaal luisteren, door ons dorp lopen. Dit is ons dorp. Zie dat gele huis in het midden staan? Dat is nou ons huis. Als je erheen wilt, moet je erop klikken. Maar je kunt ook ergens anders heen. Zoek maar met het pijltje in het dorp. Als dat verandert, kun je klikken. Je gaat er dan naartoe. Of er gebeurt iets leuks. Als je iets anders wil doen, moet je op de rechter muisknop klikken. In het park hoor je overal vogels fluiten. Soms zie je zelfs egels. Als je weer terug wilt naar het dorp, moet je links op het pad klikken. Als het warm is, zijn er altijd een heleboel mensen bij de vijver, want daar is het lekker koel. Als je weer terug wilt naar het dorp, moet je links op de paden klikken. In de vijver zitten een heleboel kikkers. Als je weer terug wilt, moet je op de kant klikken.
als het warm is... In de vijver zitten een heleboel kikkers. Als je weer terug wilt, moet je op de kant klikken. In de vijver zitten een heleboel kikkers. Als je weer terug wilt... Als het warm is, zijn er altijd een heleboel mensen bij de vijver. Want daar is het lekker koel. In het park hoor je overal vogels. Als het warm is... In het park... Dit is ons dorp. Het gele huis in het midden is ons huis. Als je er naartoe wilt, moet je erop klikken. Maar je kunt ook naar onze school, naar het park of ergens anders naartoe. Zoek met het pijltje. Als dat verandert, kun je klikken. Je gaat dan ergens naartoe of je hoort een leuk geluid. Als je iets anders wilt doen, moet je op de rechtermuisknop klikken. Als het warm is, zijn in het park hoor je... Dit is ons dorp. Zie dat gele huis. Dit is het sportveld. Hier gaan we vaak voetballen. Soms houden we hier een sportdag. Als je weer terug wilt naar het dorp, moet je onderin klikken. Dit is ons dorp. Zie dat gele huis in het midden staan? Dat is nou ons huis. Dit is onze school. Als de bel gaat, gaan we naar binnen. Maar als het nog geen tijd is, glijden we van de glijbaan of zitten we op de schommel. Of we spelen in de zandbak. Als je weer terug wilt naar het dorp, moet je onderin klikken. Hier is onze klas. Zie je de kookhoek? Soms spelen we met het fornuis. We koken dan zogenaamd allemaal lekkere dingen. Door de deur kom je weer op het schoolplein. Dit is onze school. Dit is ons dorp. Zie dat gele. Dit is nou ons huis. Als je de voordeur binnen gaat, kom je in de gang. Je kunt ook langs het huis naar de achterkant. Als je weer terug wilt naar het dorp, moet je onderin klikken. Dit is de achterkant van ons huis. Het grote raam is van de keuken. Als je door de achterdeur naar binnen gaat, kom je in de gang. Maar je kunt ook om het huis heen lopen. Leuke tuin hebben we, hè? Op het gras of in de zandbak spelen we vaak. In het schuurtje staan onze fietsen. Leuke tuin hebben we, hè? Op... Dit is de achterkant van ons huis. Het grote raam... Leuke tuin hebben we, hè? Op het gras of in de zandbak spelen we vaak in de... Dit is de achterkant van ons huis. Dit is de gang van ons huis. Op het kastje staat de telefoon. Wat een deuren, hè? Kijk maar eens waar je uitkomt als je erop klikt. Meestal eten we in de keuken. Zie je dat lepelrek aan de muur? Daar spelen we wel eens mee. Als je weer terug wilt naar de gang, moet je onderin klikken.
Dit is de gang van ons huis. Op het kastje staat de telefoon. Dit is de woonkamer. Pap zit vaak in die luie stoel. Als hij de krant leest, steekt hij een lamp aan. Als je weer terug wilt naar de gang, moet je onderin klikken. Dit is de gang van ons huis. Dit is de overloop boven. Je ziet de deuren van de slaapkamers van Joris en papa en mama en die van ons. Oh ja, je kunt ook nog naar de badkamer. Via de trap kom je weer beneden. Ja, je hebt onze slaapkamer gevonden. Wat een speelgoed, hè? Soms spelen we poppenkast. Of maken we een tekening aan het tafeltje. Als we uit het raam kijken, zien we onze tuin. Als je weer terug wilt naar de overloop, moet je onderin klikken. Dit is de overloop boven. Hier slapen papa en mama. Papa heeft een wekker, anders verslaapt hij zich. Mama heeft een mooie kaptafel. Soms pak ik stiekem wat lippenstift, maar dat mag niet voor mama. Als je weer terug wilt naar de overloop, moet je onderin klikken. Dit is de overloop boven. Hoe vind je onze badkamer? Zoek maar eens waar we overal water uit kunnen halen. Hoe vind je onze badkamer? Dit is de overloop. Dit is de babykamer van Joris. Wat een leuke dingen staan er, hè? Als Joris niet slaapt, spelen we hier wel eens. Als je weer terug wilt naar de overloop, moet je onderin klikken. Dit is de overloop. Dit is de gang van ons huis. De deuren gaan naar de woonkamer. Dit is de achterkant van ons huis. Dit is nou ons huis. Boe, dat is de koe. En zie je nog meer dieren? Op de boerderij kom je ze allemaal tegen. Hier gaan we heen als het mooi weer is. Dit is het strand. Als je weer terug wilt naar het dorp, moet je onderin klikken. Dit is ons dorp. Zie dat gele huis in het midden staan? Dat is nou ons huis. Als je erheen wilt, moet je erop klikken. Maar je kunt ook ergens anders heen. Boe,
Dat is een koe. Zie je nog? Hier gaan we heen als het mooi weer is. Dit is het strand. Als je weer terug wilt naar het dorp, moet je onderin klikken. Dit is ons dorp. Het gele huis in het midden is ons huis. Het dorpsplein is veranderd in een kermis. Je kunt fijn in de draaimolen zitten of in de botsautootjes. Of vind je dat te eng? Wat dacht je van blikken gooien of hengelen? Op de kermis mogen kinderen ook zelf spulletjes verkopen. We noemen dat de vrijmarkt. Als je weer terug wilt naar het dorp, moet je links of rechts onderin klikken. Het dorpsplein. Je hebt onze slaapkamer gevonden. Wat een speelgoed. Dit is de overloop boven. Dit is de gang. Dit is de achterkant van ons huis. Het... Leuke tuin hebben we, hè? Dit is de achterkant van ons huis. Het grote raam. Dit is nou ons huis. Als je de voordeur binnen gaat, kom je in de gang. Je kunt ook langs het huis naar de achterkant. Als je weer terug wilt naar het dorp, moet je onderin. Dit is ons dorp. Zie dat gele huis in het midden staan? Dat is nou ons huis. Als je erheen wilt, moet je erop klikken. Maar je kunt ook ergens anders heen. Zoek maar met het pijltje in het dorp. Als dat verandert, kun je klikken. Je gaat er dan naartoe. Of er gebeurt iets leuks. Als je iets anders wilt doen, moet je op de rechter muisknop klikken. Je kunt naar een verhaal luisteren, door ons dorp lopen. Er zijn 4 liedjes. Kies er maar eentje uit. Je kunt op de naam klikken, maar je mag ook op het plaatje klikken. Als je iets anders wil doen, moet je op de rechtermuisknop klikken. Ik zit op de schommel en ik schommel. Ik zit op de wipplank en ik wip. Ik zit op de glijbaan en ik glijloop. In de speeltuin kijkt er niemand zit. Ik zit op de schommel en ik schommel. Ik zit op de wipplank en ik wip. Ik zit op de glijbaan en ik glijloop. Ik heb mijn muil en mijn tanden door mijn lip. Auw! Wat wil je? Je kunt naar een verhaal luisteren, door ons dorp lopen. Er zijn 4... Wat wil je? Je kunt naar een... Er zijn 4 liedjes. Lekker spelen.
Wat wil je? Er zijn vier... Wat wil je? Je kunt naar een verhaal luisteren, door ons dorp lopen, naar een liedje luisteren of een spelletje doen. Als je op de stopknop klikt, dan verlaat je lekker weer. Kies een spelletje. Je kunt op de naam klikken, maar je mag ook op het plaatje klikken. Het is sportdag en er is een racebaan. Maar het is niet zomaar een race, het is een rekenrace. Probeer de snelste tijd te halen, maar denk erom, je moet wel goed tellen. Kies eerst je kleur door op een van de sportende kinderen te klikken. Daarna hoor je hoe ver je vooruit moet gaan. Dat doe je door in de juiste volgorde op de stippen op de racebaan te klikken. Klik daarna op Iris of op Michiel om te vragen of je goed hebt geteld. De stippen met cirkels eromheen zijn speciaal. Als je daarop terechtkomt, ga je sneller vooruit of je hebt pech. Kies eerst een kleur. Ga 6 stappen vooruit. Bijna goed. Probeer het nog eens. Ga 3 stappen vooruit. Het is nog niet helemaal goed. Probeer het nog een keer. Ga 2 stappen. Bijna goed. Probeer het nog eens. Ga 3 stappen. Je kunt naar een verhaal luisteren. Kies een spelletje. Iris en Michiel gaan samen met papa, mama, opa Vink en buurvrouw Blok barbecuen. Maar eerst moet de tafel nog worden gedekt. Pas als de tafel helemaal gedekt is, kun je het vlees op de barbecue leggen. Klik op de spullen links en daarna op de juiste plek op tafel. Eerst het tafelkleed en dan de rest. Joris krijgt alleen een bord.
Mooi zo. De tafel is gedekt. Nou kun je het vlees braden. Klik op een spies of een worst links en klik daarna op de barbecue. Er kunnen 5 spiezen of worsten tegelijk op de barbecue. Als het vlees gaar is, kun je het ronddelen. Klik op een spies of een worst die gaar is en klik daarna op een leeg bord. Pas als de barbecue helemaal leeg is, kun je opnieuw vlees braden. Oh ja, pas op dat de barbecue niet in brand vliegt. Ha, het vlees is klaar. Leg het maar op de bordjes. Ho, ho, Joris mag geen spies, dat is veel te gevaarlijk. Geef hem maar een worstje. Ha, het vlees is klaar. Leg het maar op de bordjes. Oh, oh, het vlees ligt te lang op de barbecue. Haal het er snel af. En leg het op de bordjes. Help, de barbecue vliegt in brand. Klik gauw op de tuinslang. Gelukkig. Je blust net op tijd de brand. Het verbrande vlees kan weg. Klik op het verbrande vlees en daarna op de afvalemmer. Daarna kun je weer nieuw vlees op de barbecue leggen. Ha, het vlees is klaar. Leg het maar op de bordjes. Ha, het vlees is klaar. Leg het maar op de bordjes. Help, de barbecue vliegt in brand. Klik gauw op de... Gelukkig. Je blust net op tijd de brand. Het verbrande vlees kan weg. Klik op het verbrande vlees en daarna op de afvalemmer. Daarna kun je weer nieuw vlees op de barbecue leggen. Kies een spelletje.
Help je mee om schelpen op het zandkasteel te leggen? Klik op de schelpen onderin. Als het pijltje verandert, kun je die schelp op het zandkasteel leggen. Je kunt de schelpen ook inkleuren. Klik op een van de vier kleuren en klik dan met het emmertje op de schelp. Als je een schelp wil verwijderen, moet je er met het gummetje op klikken. Wil je het zandkasteel uitprinten? Klik dan op het printerfiguurtje. Je kunt naar een. Kies een spelletje. Iris en Michiel zijn naar het strand geweest. Daar zijn een heleboel foto's gemaakt. Maar wat is de goede volgorde? Je hoort telkens een kort verhaaltje. Klik op de goede foto en klik daarna op de goede plek in het fotoalbum. Begin bij plek 1. Dan plek 2, plek 3 enzovoort. Als het goed is, wordt de foto in kleur in het fotoalbum geplakt en hoor je het volgende verhaaltje. Iris en Michiel gaan een dagje naar het strand. Ze lopen door de duinen. Alle spullen liggen in de strandkar en Joris zit er ook in. Goed gedaan. Iris en Michiel zitten bijna helemaal in het zand. Papa heeft ze ingegraven. Goed zo. Iris en Michiel staan bij een klein meisje. Mama toe, huilt het meisje. Stil maar, zegt Michiel, wij helpen je wel. Goed gedaan. Daar komt Lotje aanlopen met twee ijsjes. Die zijn voor Iris en Michiel. Goed gedaan. Papa laat een straaltje water over mama's rug lopen. Mama schrikt wakker. Iris en Michiel moeten lachen. Prima. Papa ligt op een handdoek. Iris en Michiel komen erbij zitten en vragen: Papa, ga je mee de zee in? Je hebt het goed gedaan. Iris en Michiel maken een schilderij van schelpen. Je hebt het goed gedaan. Iris en Michiel zijn een prachtig zandkasteel aan het maken. Het is bijna af. Heel goed. Het wordt vloed en de zee komt hoger en hoger. Stukje voor stukje brokkelt het mooie zandkasteel van Iris en Michiel af. Je hebt het goed gedaan. Het houten huisje op het strand is de reddingsbrigade. Er hangt een blauwe bal aan de paal, omdat er een kindje is gevonden. Je hebt het goed gedaan. Een golf is over Iris en Michiel heen geslagen
En nou zitten ze samen in de zee. Prima. Papa staat met Iris en Michiel in zee. Ze proberen hem onder water te trekken. Prima. Wat wil je? Kies een spelletje. Iris en Michiel gaan... Mooi zo. De tafel is gedekt. Nou kun je het vlees. Ah, het vlees is klaar. Leg het maar op de bordjes. Ha, het vlees is klaar. Leg het maar op de bordjes. Ha, het vlees is klaar. Leg het maar op de bordjes. Ha, het vlees is klaar. Leg het maar op de bordjes.
Ho, ho, Joris mag geen spies, dat is veel te gevaarlijk. Geef hem maar een worstje. Oh, oh, het vlees ligt te lang op de barbecue. Haal het er snel af en leg het op de bordjes. Gelukkig. Je blust net op tijd de brand. Het verbrande vlees kan weg. Klik op het verbrande vlees en daarna op de afvalemmer. Daarna kun je weer nieuw vlees op de barbecue leggen. Ha, het vlees is klaar. Leg het maar op de bordjes. Oh, oh, het vlees ligt te lang op de barbecue. Haal het er snel af. En leg het op de bordjes. Help, de barbecue vliegt in brand. Klik gauw op de tuinslang. Allemaal de tuin uit. De barbecue is afgelopen. Begin maar weer helemaal opnieuw. Wat wil je? Je kunt naar een verhaal luisteren.